De Nachtzoen. Deze kerkelijk werker verlangt naar een wereld met meer begrip voor verschillen. Vlak voor het slapen gaan steekt ze ons een hart onder de riem met een tekst van Dickie Dex. Een tweede nachtzoen van Jantine Huisman. Het schijnt dat er dagdromers en nachtdromers zijn. Wat ben jij, denk je? Ik denk dat ik eerder een dagdromer ben. Ja. En waar droom je van overdag? Je droomt van alles. Tenminste, ik heb altijd dromen voor mezelf en voor de mensen om me heen. Maar ook, hoe moet je dat zeggen, dromen voor de wereld eigenlijk. Pak de dekken groot aan. Ja. Wat voor wereld droom je dan? Ik denk een wereld waarin meer begrip is voor elkaar. Maar niet alleen, zeg maar, heel vaak hoor je nu van we moeten meer begrip en respect voor elkaar hebben. En dat gaat dan over mensen van verschillende religies of mensen van heel erg verschillende culturele achtergronden. Maar ik heb in mijn studie gemerkt dat er ook vaak heel veel verschil is tussen mensen die een christelijke achtergrond hebben, maar dan de variatie daarin. Dus van heel vrijzinnig tot heel erg orthodox. En mijn droom is dat ook mensen in de christelijke wereld wat meer begrip voor elkaar hebben. Oh, en daar mis je het juist. Daar mis ik het juist, en wat heeft dat als resultaat? Dat ik soms best wel teleurgesteld ben in christenen in deze wereld. Of in Nederland misschien ook wel. Dat ik denk van als jij zo erg vasthoudt aan je eigen overtuiging. Of heel erg zegt van ik geloof op de juiste manier en jij niet. Dat vind ik juist niet heel erg een christelijke gedachte. Wat kan zo'n overtuiging zijn? Stel bijvoorbeeld dat je het aloude voorbeeld dat vrouwen niet mogen preken. Er zijn kerkgenootschappen die daar heel erg aan vasthouden. Die zeggen van wij lezen dat en dit is de enige juiste manier om dat in de Bijbel te lezen. En zo doen we dat. Terwijl ik dus eigenlijk vind dat vrouwen wel mogen preken. Dat doe ik zelf ook. En als je dus heel erg vasthoudt aan het feit van het mag niet, dan sluit je mensen eigenlijk buiten? Misschien is dat wel door heel erg vast te houden aan bepaalde richtlijnen, sluit je heel vaak mensen buiten. En ik denk, alles moet kunnen. Dus zij mogen dat doen, dat niet doen. Maar ik zou graag willen dat ze dan wel respect hebben voor het feit dat andere kerkgemeenschappen dat wel doen. Ja. En wel toelaten. En is dat thema vrouwen in de kerk, of misschien vrouwen überhaupt, vrouwenrechten, is dat het grootste thema in jouw dromen? Nee, het gaat eigenlijk van heel klein tot heel groot. Dus het gaat ook over bewijs van homoseksualiteit. Maar ook, wat kun je allemaal bedenken waar sommige kerken aan vasthouden? Bepaalde liederen die ze wel of niet willen zingen. Of je wel of geen orgel, piano of bandje mag. Ik vind het heel fijn als kerken dat soort variatie toelaten. Mm-hmm. Ik kom uit een achtergrond waarbij in Nederland de doopsgezinde kerk waar ik vandaan kom heel erg vrijzinnig is. Maar in de internationale wereld niet. En toch werken wij als een soort internationale brede kerk. Dus we hebben 7 gedeelde overtuigingen waarmee elke kerk zich eigenlijk kan identificeren. En dan zijn er ook verschillen, maar die 7 gedeelde overtuigingen zijn het belangrijkst. Dus dat je dat met elkaar deelt. En wat doe je dan met verschillen? Laat je die er gewoon zijn? Of doe je alsof ze er niet zijn? Of... Sommige mensen zullen doen alsof ze er niet zijn om zo toch maar die gedeelde zaken te kunnen nastreven eigenlijk. Ik vind het juist heel belangrijk om er wel over te praten, omdat je zo meer begrip krijgt voor waar die ander vandaan komt. Dus als een ander goed kan verwoorden waarom hij of zij iets vindt, dan wil ik daar best naar luisteren en kijken of ik die redenatie kan volgen. En dan kan ik alsnog zeggen van ik snap dat jij het zo ziet, maar ik zie het anders. Maar als dat beide naast elkaar dan kan bestaan, dat is mooier dan wanneer je het verzwijgt. Ja. En jij legt ons op bed met een tekst? Ja, dat klopt. Ik heb het idee dat mensen in deze wereld heel vaak denken van het gaat maar slecht en het is maar zwaar. En daardoor eigenlijk in een soort van negatieve spiraal terechtkomen. En als ik preek heb ik daarom vaak een soort positieve boodschap. En ik gebruik ook altijd een popliedje in mijn preek. En vandaag heb ik het liedje Morgen komt het goed van Dickie Dex bij me. Dus daar wou ik een stukje van horen. De rapper? Lezen. Ja, een rapper. Leuk! Mensen stuiteren bij mij soms van hun stoel als ze naar de kerk komen. Maar dat hoort er ook een beetje bij. En je zegt positiviteit. Waar haal je dat vandaan? Is dat echt een karakterding voor jou? Het is deels karakter, maar deels ook... ik vind dat een kerk op een positieve manier moet bijdragen. En dat kan door mensen... terecht te wijzen of vermanen, zoals dat ook vroeger wel heette. Maar dat kan ook door mensen hoop te bieden en inspiratie om de komende week wat beter te doen. En dat is wat ik dan probeer. Ja, nu op de drempel van de nacht snakken wij daar natuurlijk ook naar. Dus... Ja, dus dan positief gaan slapen en dan positief wakker worden. Dat, kom op. Oké, ik lees hem voor. En als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg. Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht. Als de wereld losgaat...
ben ik hier nog bij je, zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt. Zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed? Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.